geweest aan de kijkers aan Johnny Pixie in Kamoka. En de eer nu nieuwe ochtendwinnaar van vorig jaar op Amelman. Yevgeny Bobryshev. Yevgeny Bobryshev. Die zich voorbij Johnny Pixie naar de koers. De man van het hoogste Suzuki team. Maar die mannen er even bij hebben hier aan deze kant. Stefan Evers met de 125e serie Suzuki. De 82. Daar hebben we alles meegemaakt, hè? Want we zagen toch wel even hier een strijdje met Tixé. Waar je het ons met mezelf in? Ja, dat klopt. Ik wou niet fout gaan dat ik met een rijder van de baan zou rijden. En dan zondag in die zat in de start en dat ik iedereen is in van de baan rijdt. Dus ik zeg beter dat ik tegen de grond ga dan met de groot. En de fun. Maar de grootste kloon van Evers en Friends 2012, die hebben we al uit Italië gehaald, hè? Ja, dat was een verrassing. Tony heeft mij een beetje, zo'n beetje in de wacht laten houden. En hij zegt, ja, misschien kom ik misschien. En aan het laatste moment heeft hij toegezegd en dat was een donderdag. Maar hij doet het ook formidabel, hè? Want hij weet er echt wel iets van te maken. Wij gaan helemaal uit ons dak als we hem bezig zien hier in de funbike-klasse. Uit de pitlane en dat we nog 6 minuten en een uitwedstrijd hebben. Wie